Oké, goed mensen, een hele goede morgen. En leuk te kijken deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik dacht van joh, en ik streek te denken dat ik vanaf 8 januari, ik had het niet gefilmd, ik had het niet weer video gemaakt, maar ik dacht van joh, om gewoon een rendering video te maken van die vond ik al iets te, want er was natuurlijk weer alleen geweest, extra video's. Ik ben ook elke dag opnieuw geweest in december, dus dacht ik wel om dat nu pas te doen eigenlijk. En ja, het is namelijk zo dat ik 8 januari was ik, is ik 7 jaar op YouTube. En dat vind ik super top en dat is gegaan. En ja, echt heel erg vet om dat zo te doen, om op YouTube te zitten. En al 7 jaar lang. In 2016 begon ik op YouTube en toen ben ik nog vloggen. En kijk, wat ik nu doe is maak nu video's voor jullie elke zondag. Elke zaterdagmorgen. Zondagmorgen nu, dat dit jaar nu. Elke zondagmorgen. Dus ik, ja. Ik ben blij hoe het nu gaat in mijn kanaal. En toen ik niet meer gaan vloggen, ben ik wat rustiger gaan worden. En, mijn chillen gaan worden, want het beter voor mij is, dacht ik zo. Het beter voor mij. Maar nu is het gaan vloggen. Dus ja. Voldoende. Was het leuk. Om te vloggen, maar dan hoor je natuurlijk meer. En tijdens de serie Leven Zo. Binnenkort online komt. Ik weet niet wanneer, ik denk ergens in het najaar. Want komen we met alle series online in het najaar, voorjaar is een beetje nadenken hoe ik dat wil doen met de serie. Ik denk dat ongeveer ergens in augustus komt, na de vakantie en het gewoon op aan de grote vakantie, komt er eigenlijk de nieuwe video's, de serie online, levensloop, wat ik denk beter is. Want het voorjaar heb ik gemerkt dat het niet echt ging qua views. En qua dingen, en daar gaan we dan niet al vakantie rond deze tijd. Zodat deze video online komt. En het najaar is natuurlijk heel veel mensen al bezig met de kerst. En met het oud en nieuw, en met Halloween. Dat gaat maar weer door. Dus het is denk ik handiger om die video's dan ergens in het najaar te plannen. Ergens augustus, september of zo, want september is al wat beter. Dan oktober, dus ja, dan kom ik weer een serie levensloop over mijn YouTube carrière, een beetje review denk ik. Waar ik heel veel zin in heb natuurlijk in video's te maken. Zoals ik altijd vind in de zomer om nu te gaan maken, ik weet niet hoe het zit met mijn dingen en mijn toekomst. Maar dan hoor je later wel weer in een andere video een keertje, als die dan weer bekend is. Maar ik ga er niet zoveel over zeggen. Ik ga niet plannen, ik ga niet dingen vooruit lopen, dat zeker niet. Want dan heb ik echt geen zin om dan vooruit te gaan lopen met mijn planning. En wat ik ga zeggen, ik kan het niet doorgaan nog, wat ik ga doen ooit. Maar dan denk ik denken van, goh, waar gaat het over Isaac? Maar ik kan er gewoon niet over zeggen nog. Het is ook wel met mijzelf te maken. Ik ben niet met een YouTube kanaal. En met mezelf te maken heeft. En dat soort dingen zitten ook een beetje anders dan anders. En ik heb toch een beetje natuurlijk. En wat ik er meer over weet, dan laat ik je zo nog weten over de story. Of het is in een video. Het is net wat ik met zelf wil. En hoe ik zelf vaak erachter sta ofzo. En je moet toch een keer gebeuren in dit soort dingen. Maar goed, het is gewoon, het is wat het is. En ja, in ieder geval 8 jaar op YouTube, 7 jaar op YouTube. Dat is echt een mijlpaal voor mij. Nooit zo erg lang gezeten. Dus ik blog ook niet eens, blogde ik 1,5 jaar. En nu doe ik 5 jaar YouTube. En dat is echt gigantisch lang voor mij doen. Ook heel erg leuk om dat zo te doen. Om dat zo muziek te doen voor jullie. En ik weet niet dat het zo lang ging. Wat ik te laat ging doen, dat ik nog een dag ga ging doen. Ik ga alweer eens vloggen. Ben ik er klaar mee? Maar nee, dan pak ik er niet klaar mee. Ik vind het leuk om dat blijven doen. En ja,
waarom niet dat we daar achter mij zelf is, dat ik gewoon echt druk had. Andere zaken, met andere video's. Voor de februari maand, voor de vaartijd maand, dat ik dat druk weet. En daarom kon ik niet deze dingen maken voor jullie. En ik hoop niet ervoor. Want ik dacht wel, maar dan nog meer video over 8 jaar. Ik heb jou hier gezien en het is zo gaaf om het zo meteen te doen. En als je een leuk idee hebt, kan zeggen wat een leuke content. Laat ik zeker weten, dan in de comments weten. En dat wil ik ook doen. Mooie video, leuk. Ik zeker dikke met de duim omhoog. Vergeet je om te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou elke zondag om 9 uur 's ochtends. Met een nieuwe video. En tot de volgende week.